De Stichting Staatsziekenfonds, SZF, zou vanmiddag een persconferentie beleggen om de samenleving te informeren over de stand van zaken in de gezondheidssector. Deze persconferentie is afgelast op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Op de persconferentie zou de Stichting SZF ingaan op de zaken die onder meer de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, de afgelopen week naar voren heeft gebracht. De VMS had namelijk de noodklok geluid over de precaire situatie in de gezondheidszorg. De internist, oncoloog Jim Loor, heeft middels een brief aan de VMS zijn bezorgdheid geuit over het tekort aan medicatie ten behoeve van de oncologische zorg. Ook de Nationale Ziekenhuisraad, NZR, heeft gisteren middels een verklaring aangegeven dat op gezette tijden essentiële geneesmiddelen en medische verbruiksartikelen niet voorradig zijn. Volgens het SZF zal minister Elias als bewaker van een goede gezondheidszorg voor iedereen in Suriname op zoek gaan naar oplossingen om de acute uitdagingen binnen de sector het hoofd te bieden. In het bericht staat niet vermeld hoe de bewindsman dat zal doen.